Ik zet hem nu op 640. Twee nog goed instellen. Onze grootste angst vandaag in de wereld, stel die vraag maar aan iemand op straat, is de angst voor de toekomst. Iedereen heeft het beter dan zijn grootouders, maar we zijn bang dat onze kleinkinderen het slechter gaan krijgen dan wij vandaag. Dat betekent dat we in een wereld van angst leven. Nou, die angst is een slechte raadgever. Onze tweede grote angst is de angst voor verandering. Als nou iets waar we niet zo goed tegen kunnen. We kunnen tegen oorlog, tegen ziekte, tegen allerlei zaken, maar verandering is wel heel eng. Wist u dat de raketontsteker van de Ariane 2-raket in Nederland gemaakt wordt? In Klundert? En wist u dat de Engelse krant The Guardian 18 jaar aan webcontent, 20 miljoen webpagina's laat redirecten door een jongeman uit Wijchen? En wist u dat 1,2 miljard mensen het op deze aarde 's avonds zonder licht moeten doen? En dat een bedrijf uit Haarlem dat binnen 2 jaar kan veranderen? En dat 's werelds meest geavanceerde paraplu, die zelfs bij windkracht 12 nog niet omklapt, afkomstig is van 3 jongens uit Delft? Inspirerende ondernemers uit de Hollandse polder die uitgroeiden tot wereldmarktleider in hun sector. Groeiend tegen de stroom en dwars door de crisis heen. Maak kennis met de parels van het MKB. Ontmoet de Hidden Champions. Ons communicatiebureau is heel erg gericht op kwaliteit en we wilden hele mooie dingen maken en niet per se zo groot mogelijk worden. Dus dat was eigenlijk al een belangrijke keuze aan het begin. En wat we toen hadden afgesproken was dat we in ieder geval elk jaar een project zouden doen wat we gewoon zelf leuk vonden om te doen. Zonder opdrachtgever, zonder dat daar een winstoogmerk aan te pas kwam. Nou, het tweede project wat we deden was het Ecofonds. Ook al hadden we dat toen nog niet zo genoemd. Toen was nog eigenlijk meer de werktitel inkbesparend lettertype. We kwamen erachter dat inkt natuurlijk heel erg duur is. Iedere keer als we een nieuwe cartridge bestelden. We hadden ook uitgevonden dat inkt heel erg giftig is. Toen die twee dingen gecombineerd dachten we van goh, wat zou het mooi zijn als je een manier vindt waarop je minder inkt nodig hebt om je printjes te maken. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon begonnen met proberen. Ja, speelgames, echt met games zijn we begonnen in 2004. We hebben spelletjes.nl gekocht van twee jongelui in Friesland voor een leuk bedrag. En toen zijn we begonnen met games en casual games in Nederland. En toen kwam breedband op, dus dat hielp ontzettend. En het was een markt waar de grote spelers, toen als EA, Sony, zich niet op richtten. Hè. Die zaten veel meer op de consolekant. Ons avontuur begon eigenlijk zo'n iets meer dan 7 jaar geleden. Het begon als een afstudeerproject van Gerwin, een van mijn 2 compagnons. En hij studeerde industrieel ontwerp op de TU Delft. En hij had eigenlijk in 1 week had hij 3 kapotte paraplu's. En toen bedacht hij zich, ja, iedereen heeft een hekel aan die roddingen en ik ga de ultieme paraplu bedenken. En ik weet nog dat hij dat tegen me zei. En ja, toen moest ik eigenlijk een beetje lachen, want ik dacht van ja, een afstudeerproject, meestal duurt het ongeveer 1 jaar. En ik dacht van ja, je gaat toch niet 1 jaar van je leven in paraplu stoppen? Nou, hij ging dat wel aan en op een gegeven moment vroeg hij Gerard, de 3de compagnon, aan mij om een beetje mee te brainstormen. En op een gegeven moment ging ik mijn businessplan schrijven. Eigenlijk niet eens met het idee om te gaan ondernemen. Maar op een gegeven moment lag dat plan er en het eerste prototype. En dat had Gerber nog heel schattig gemaakt op de naaimachine van zijn oma. En toen hadden we zoiets: oké, gasten, wat gaan we doen? Ja, we gaan een bedrijf starten. Toen ik eind vorige eeuw het reizen zat was, het vliegen werd moeilijker, die veiligheidstoestanden. Op een gegeven moment was ik er klaar mee. Ik had alle t-shirts en ik wilde niet zoveel meer reizen. En toen was dit bedrijf was een klant van ons. En in de beginfase heb ik ze geholpen met leuke ideeën. Dus die redijskiemen, de baas van ons bedrijf eigenlijk, is bedacht door Gerrit Koppert, de vorige eigenaar, en mijzelf. Op basis van zaaien dat we deden met redijs. En te veel redijs met elkaar, dat werd een bosje. En toen zei ik, je kan dat blad eten van redijs. Blad van redijs, ja, dat is lekker. Nou, dat was in Japan een heel groot product. En dat hebben we ook gedaan in Nederland. Dus mijn klant in Nederland kocht zaden bij ons en ging er redijskiemen van maken. De Dijkcongres. Nou, dat is misschien niet dit een leuk voorbeeld, want dit is ook waar het bijvoorbeeld in de innovatie top 100 om ging. Dit is een ontsteker waar een raket mee wordt gestart. En
Dat is ons specialisme. Eigenlijk is het een high-tech lucifer, zo noemen we het ook wel eens. Je moet een verbranding moet je aansteken, maar dat kan niet met een piepklein vlammetje. Dus wij maken hele grote vlammen, maar dat moet ook uiterst gecontroleerd. Dat moet op een hele precieze manier. En daar zijn we door de jaren heen de specialist in geworden die dat doet. WordPress is een content management systeem, dus daarmee bouw je websites en dat kun je uitbreiden met allerlei plugins. En die plugins die zijn over het algemeen gratis verkrijgbaar. Daar hebben wij er een aantal van gebouwd, of heb ik er een aantal van gebouwd, die ontzettend populair geworden zijn. Voornamelijk mijn SEO-plugin en mijn Google Analytics-plugin behoren alle samen tot de meest gedownloade plugins van WordPress. Altijd interesse in voetbal gehad en ik zag problemen in voetbalstadions. En daarnaast wist ik dat wij eigenlijk op het gebied van plantkunde alles kunnen regelen en organiseren. En daar verbaasde me dat die velden zo slecht waren. Ik denk, waarom lost niemand dat op? En toen heb ik eigenlijk onderzoek daarna gedaan. En toen ben ik tot de conclusie gekomen dat daar toch eigenlijk wel een mogelijkheid voor ons lag om daar eens op in te springen, wat proeven te doen, et cetera. Puur uit hobby. En uiteindelijk is het een leuk bedrijf geworden. Wakker Wakker Light, Wakker Wakker betekent in Swahili schitterend licht. Wakker Wakker Light is de meest efficiënte solar ledlamp op de wereld. Hij ziet er mooi uit. Vaak is het zo dat voor arme mensen wordt er voor het maken van producten totaal geen aandacht besteed aan design. Het ruikt al naar armoede, zou ik maar zeggen. Dus we hebben een topdesign product gemaakt met topkwaliteit voor een bodemprijs die betaalbaar is voor mensen die niet meer dan $2 per dag verdienen. ANSI is een company die machines voor de halfgeleiderindustrie ontwikkelt en verkoopt. Hier voor mobiele telefoons, IC's, zoals deze die hierin gaan, dat zijn wij wereldmarktleider. Dat is eigenlijk alleen maar onze technologie. Busco is een machinefabriek, in de breedste zin van het woord. En die doen zowel aan de ontwikkeling als aan de bouw van machines tot aan testing toe. Dat doen ze heel breed, voor vele industrieën. Van medisch tot offshore, tot de baggerindustrie, scheepvaart, onderzoekscentra. En heel vaak enkel stuks tot kleine series. Zien wat mogelijk is. Ook al wordt dat door velen onmogelijk geacht. Of gezien als onrendabele toekomstmuziek. Kansen zien en kansen pakken. Dwars tegen de stroom in. Vaak 1 stap voorwaarts en 2 stappen terug. Ze lijken nu vleugels te hebben, maar zijn ook regelmatig gestruikeld. Maar zoals de champions betaamt, ze staan altijd weer op. Nou ja, ik ben een dromer. Ik ben een dromer. Dus het is voor mij altijd zo, met alle ventures die ik gedaan heb, was het vanuit een bepaalde intentie, vanuit een bepaalde visie, droom. Weten ook dat het ergens over ging. De intenties moesten kloppen. Ik heb natuurlijk ook mislukkingen gehad als ondernemer. En als je dan terugkijkt naar je mislukkingen, kun je eigenlijk heel goed zien dat dat te maken had met niet goed in de intentie zitten. En dat klinkt misschien wat zweverig, maar het werkt gewoon zo. Als het ging over hebberigheid, of prestige, of ego, of geiligheid. Dat waren verkeerde raadgevers. Mislukte het project altijd. En dat wist je pas achteraf, als je later terugkreeg en de mist een beetje was gaan liggen. Dan denk je, oh, zo was het. Dus ik heb daar veel van geleerd. Dus ik ben steeds ook zuiverder geworden in de reden waarom ik het deed. En transparanter geworden in de reden waarom ik het deed. En als je dat doet, dan ook in zware tijden, zij die durven helpt het geluk, zei Virgilius, ik geloof al 60 jaar voor Christus. Zo werkt het systeem. En probeer agile te blijven, dat je heel snel merkt van ik maak een fout of dit is niet, en dat je dan kan aanpassen. En ik zie ook wel eens te veel startende bedrijven die hebben dan 1 concept hebben gedacht en dat is het. En daar zetten ze op in en dat pakt dan niet door. En dan blijven ze daar maar op door investeren. Maar je moet op een gegeven moment ook zeggen van dit werkt niet. Tant pis. Zet het aan de zijkant en we gaan met iets nieuws verder. Een mooie ongeschreven regel in het ondernemerschap. Dat je helpt je helpt ook andere ondernemers die wat minder ver zijn dan jij. Omdat je zelf ook zo bent geholpen. En die gaan ook weer andere mensen helpen. En zo is het een soort van ecosysteem wat zichzelf gewoon in stand houdt. En dat is heel gaaf. Aan de andere kant van de markt, dus aan de klantenkant, gaan onze mensen langs, of ikzelf, op beurzen, partijen enzovoorts, om die koks enthousiast te maken. Dus die koks bestel het product bij mijn klanten en ik lever het aan de klanten af. Dus het is een market pool over de keten heen. Door die market pool ben je van je eindklanten verzekerd. En die keten, die levert wel, die gelooft het wel. Dus iedereen die business doet, moet eigenlijk zijn eigen vraag creëren.
en niet overlaat aan de handel. De spannende momenten zijn de momenten waar veel geld mee gemoeid is. Ja. He, dus een overname van Thomas bijvoorbeeld. Investeringen van grote machines kosten veel geld. En ja, dat zijn spannende momenten. Hè. Ik koop een machine en dan heb ik daar straks nog werk voor. Alleen het probleem is, je bent beperkt in de resources, dat betekent tijd. Je kan niet alles gelijktijdig doen. Je moet eerst maar de geld, het idee ontwikkelen en dan een geldgever vinden. Ja, ja, ja. En dat zijn die dingen die een entrepreneur moet voor elkaar krijgen. Ja, ja. En daarvoor heb je een beetje vechtermentaliteit nodig, maar gedreven door een visie die je hebt. Ja? Maar ook al leek een solide businessmodel voor onze champions nog vaak ver weg, het was voor hun geen reden om niet gewoon te starten. Te testen, te proberen, bij te schaven, te leren, te durven en te luisteren. Vooral goed luisteren. Toegang krijgen, kennis delen, samenwerken en groeien. Begrijpen dat sneller van je fouten leren sneller succes oplevert. Dus vertrouwen hebben en geluk afdwingen. En je hoeft er niet de straat op. Hè? Internet is zo mooi. Je maakt iets. En je maakt iets vrij licht van klein, al maak je het voor 20 mensen. En je gaat dan eens testen. En hey, dit werkt of dit werkt niet. En dan pas je het aan. En dan uiteindelijk wil je misschien een product maken voor duizenden mensen. Ja, dan heb je zwaardere programmatuur nodig, heb je zwaardere processen nodig. Maar maak het eerst licht en test het uit. En ga vervolgens daarop doorbouwen. In plaats van dat je iets denkt van, oh, dit moet het zijn en het moet voor 100.000 mensen. En dan gaan we dat met z'n allen bouwen en dan ben je, over een jaar ben je daar en dan kom je erachter dat het niet werkt. In 2002 hadden wij een klein bedrijfje. Oppervlakte, ik denk, nog geen 3.000 meter in de teelt. Nu zijn wij een factor 10 groter. Dus we hadden een omzet van 2 miljoen, dat is nu bijna 20. En constant groeien. Maar ook groeien qua producten, dus eigenlijk driedimensioneel. Dieper de markt in, meer markten en meer producten. Dat is zwaar voor een bedrijf, want het is eigenlijk constant op je tenen lopen. Qua investeringen, qua mensen, qua management, qua groeien, qua bedrijf, qua alles. We hebben nu hier achter de fabriek de grond van de buurman kunnen bijkopen. Daardoor is het perceel ruim 2 keer zo groot geworden. En ja, daar gaan we dit jaar nog een nieuwe bedrijfshal op bouwen. En we hebben weer een grote kottenbank geïnvesteerd. Ja, dit jaar investeren we de jaaromzet. En als je dat dan een buitenstaander vertelt, zeggen ze, nou, die is gek. We zijn natuurlijk in 2004 bij PSV begonnen. Dat was eigenlijk het eerste project voor mij, nog steeds in geschiedenis de mooiste. Dan heb je daarna Arsenal, was wederom weer een prachtig natuurlijk. Vooral omdat Arsenal bekend stond als een van de beste velden in Engeland. Nou, daarna Chelsea, Wembley, Manchester United. Eigenlijk alle grote topclubs in Engeland. Daarnaast in Nederland, naast mijn eigen favoriete club Feyenoord als klant binnengekregen. Ook de Amsterdam Arena die enorm veel problemen had. Wat eigenlijk een lachertje was in Nederland. Nou, heeft tegenwoordig ook een goed veld. 2 jaar geleden tot het beste veld verkozen zelfs. Dus dan kan je zien wat dat kan doen. Daarnaast in Duitsland de vorige jaar Champions League finalisten. Dortmund en Bayern München. Zijn mijn klant, daarnaast nog HSV, meerdere klanten in Duitsland. Nou, in Spanje de 2 grote clubs, Real Madrid en Barcelona. En nog een aantal clubs. Ja, en zo zijn er nog meer. Op dit moment beginnen we in Maracanã-stadion, in Rio. En zo zitten we eigenlijk over de hele wereld heen. Baseballstadions in de Verenigde Staten. Australian football in Australië, Midden-Oosten in de woestijn. Nou, we werken op dit moment overal. Dat is natuurlijk geweldig leuk als het oorspronkelijk als hobby is begonnen. En gewoon eigenlijk maar een idee is om één veld goed te krijgen. En ja, dat we nu hier zijn beland is natuurlijk geweldig leuk. Ik kom vanuit de consultancy, dus ik ben toen ik voor mezelf begon, ben ik eerst gewoon verder gegaan met consultancy voor grote bedrijven. Nou, dat doen we dus nu nog voor een aantal bedrijven. Wie? Dat zijn The Guardian, Facebook en Disney Interactive. Wat doe je voor The Guardian? Nou, voor The Guardian zijn we op dit moment, dus eigenlijk vandaag aangekondigd, dus dat is wel mooi, een migratie aan het voorbereiden van Guardian Co. UK naar theguardian.com. En tegelijkertijd de lancering van Guardian Australia en het mergen van Guardian Co. UK en guardiannews.com, wat een Amerikaanse site was. Zodat, ja, daarmee wordt The Guardian eigenlijk een internationaal nieuwsportal.
Maar wat je dan doet, is eigenlijk gewoon alle content die gemaakt is bij The Guardian online... Ja, je hebt dus al... in URL's die ja, je hebt URL's op vier verschillende domeinen specifiek. Guardian.co.uk, m.guardian.co.uk, de mobiele site. Guardiannews.com en de mobiele Amerikaanse site. En ja, op alle vier die domeinen bestaan URL's. En die gaan straks alleen nog maar bestaan op die ene TheGuardian.com domein aan. Dus we moeten al die URL's redirecten. We moeten zorgen dat alle metingen blijven werken. Dat alle integraties met externe partijen werken. Ja, ja. Maar dat is ja, 15, 18 jaar content. En ja. Dus dat zijn enorme hoeveelheden URL's. We hebben alles bij elkaar voor ruim 20 miljoen URL's waarschijnlijk. En jullie doen het met zeven man? Of hoeveel man? Nou ja, we zijn hier met zes man. Bij The Guardian zitten godzijdank heel wat meer mensen die dit allemaal kunnen uitvoeren. Ik ben op een vrij hoog niveau gewoon... Ja, dit moeten we doen, dit moeten we doen, dit moeten we doen, dit moet getest worden. Bij The Guardian hebben we gelukkig 160 developers die dat allemaal kunnen gaan oppakken. Want dat is een enorme club. Maar hoe kom je daar zo binnen bij The Guardian? Is dat via je netwerk? Ja, dat is absoluut via een netwerk. In dit geval via een goede vriend van mij die het hoofd digital van The Guardian kende. En die zelf directeur Grove is bij Facebook, waar ik ook daarmee samenwerk. En die zei, ja, als je dit soort dingen wil gaan doen, moet je Joost bellen. Ik weet nog wel dat wij begonnen in Nederland naast onze technologische innovatie met een energiebedrijf waar we groene stroom gingen verkopen. En gaven 15% korting op groene stroom. Dat is dus duurzaamheid belonen. Nou, ik zat iedere week bij kassa en bij Radar uit te leggen dat ik geen oplichter was. Het was best moeilijk, want iedereen zei, het kan niet. Het klopt niet. En 3 jaar later zei de Consumentenbond, hij had toch gelijk, het klopte wel. En het bedrijf is blijven bestaan. En het bedrijf was Oxio. Wij hadden in 2,5 jaar tijd meer dan 800.000 gezinnen die bij ons voor 15% minder groene stroom afnamen. En natuurlijk ging er ook wel eens wat mis. Dus ik zeg niet, het was allemaal vlekkeloos. Maar in die snelheid vanuit nul en ook weinig investering dat kunnen opbouwen. Hetzelfde hebben wij gedaan eigenlijk met de LED-lamp. Een LED-lamp die licht gaf, 90% energieverspilling eruit halen. Dus 90% efficiënter zijn. Een lamp die 25 jaar meeging. Zelfs de grote drie lampenindustrieën, General Electric, Osram en Philips, zaten ons uit te lachen. Dat kan helemaal niet. En 1,5 jaar later doet de Consumentenbond onderzoek naar de beste LED-lampen van Nederland. En dan blijkt dat de Puur en Eerlijk van Albert Heijn nummer 1 is. De Iconic van Philips nummer 2. En de Farox van ons, van Lemnis, was nummer 3. En toen zei mijn moeder, kijk jongen, dat heb je dan toch gered. Ik zeg, ja mama, en we maken ze alle drie. Dus je kun je dus realiseren dat een MKB-bedrijfje in Nederland de lampen voor Philips moest maken omdat ze het zelf niet konden. Ja, dat werd iets groter. Dat werd al vrij snel groter in Nederland. Dat het op nu.nl kwam en in de Trouw en Parool en NRC een artikeltje kreeg. Toen ook op RTL4 in editie NL hadden ze er een item over geschreven of gemaakt. En ja, wat je dan ziet, en dat is wel heel leuk van deze tijd, dat allemaal mensen bloggen. Er gingen natuurlijk mensen in Nederland ook over bloggen. Want het, ja, dat zijn dan die trendwatchers en die pikken iets op en die gaan daar een stukje over schrijven. En er zijn een heleboel die worden gewoon leuk in Nederland gelezen. En er zijn een aantal die schrijven dat in het Engels en die hebben ook internationaal gewoon volgers. Dus wat gebeurde nou? Die blogs gingen daarover schrijven. En vervolgens werd dat ook weer door Amerikaanse, Engelse, Duitse, nou, allerlei andere blogs opgepikt. En die gingen dat ook weer allemaal doorgeven. Dus op een gegeven moment kwamen ook op blogs in Amerika allemaal verhalen over. En toen kregen we op een gegeven moment een telefoontje uit New York van de Associated Press. Dat is zeg maar de ANP, maar dan van de Verenigde Staten. Van of het waar was dat wij een inktbesparend lettertype hadden ontwikkeld. En toen zeiden we, ja, dat klopt. En nou ja, een interview gegeven. En de volgende dag stonden we in de New York Times, in de Sydney Morning Herald, in de Tokyo Times. En verzin het maar. Ineens, want wij waren nog 's avonds door aan het knallen natuurlijk. En ineens werd Gerwin, die werd gebeld door zijn moeder. Ja, jullie paraplu is op RTL 4 op het journaal. Wij zeiden, oh shit, oh, dat wisten we helemaal niet. En Gerwin en Gerrit keken zo naar mij. Phil, hoe komt die paraplu daar? Ja, ik zeg, ja, ik had een sampletje meegegeven aan de journalist. Ja. Ja, top joh, weet je. Maar ze zeggen, maar ja, wat nou? Want ze gingen hem testen in een windtunnel. Wat nou als die breekt? Want ja, dan zijn we wel de sjaak. Want het is wel op RTL 4 of op tv. Het hele land ziet het. En ik zei, ja. Nou ja, moet een beetje vertrouwen hebben natuurlijk. Maar
Ja, dus tijdens die show was de moeder van Gerwin dus met ons aan het bellen. Want wij hadden geen tv hier in de buurt. Dus via haar kwamen wij erachter van, ja, dat hij het ging houden of niet. Dus het was echt een super spannend moment. Dus wij zaten zo, ja, houdt hij het? En zij was met een beetje een onduidelijk verhaal bezig. En we begrepen het maar niet. Maar houdt hij het? Ja, hij heeft het gehouden. En wij zo, oh, ja, fantastisch. Ja, super mooi. Maar het was natuurlijk wel even geknepen billen. En toen stond NOS-journaal voor de deur. Nou, toen uiteindelijk besloot om wel mee te doen. En moest hij die paraplu vasthouden, zodat hij dat nog wel in control was. Nou, die beelden werden gemaakt, s'avonds uitgezonden op het 8 uur journaal. En ja, wisten wij veel dat die beelden dus ook werden gebruikt door ABC News in Amerika. Dus de dag daarna, toen waren we ineens op tv bij ABC News in Amerika. En ja, toen ging het natuurlijk helemaal los. En ja, de website was down, want zoveel traffic konden we helemaal niet aan. En als één groot gekkenhuis. Echt supermooi. Ja. Ik kom net maandag van vakantie terug. Ik zit nog een kwartier achter mijn bureau. En ik kreeg een telefoontje van Laurentien, de prinses Laurentien. Die zegt, ik wil je graag in contact brengen. Ik ben net gesproken met de oud-president van Ierland, Mary Robinson. Die zit in de Elders, samen met Mandela, Tutu, Kofi Annan en allemaal dat soort mensen. Gro Harlem Brundtland. Die zijn bezig om een groot project te doen om solar energy te brengen naar Afrika. Vrouwen, veiligheid. Vrouwen moeten nu eindeloos lang lopen om hout te sprokkelen, bomen te kappen. Wat natuurlijk heel slecht is voor natuur en milieu. De grond wordt niet meer vastgehouden, het water wordt niet meer vastgehouden. Vruchtbare grond spoelt weg. Vrouwen moeten heel erg lang lopen en dus ook in hun eentje onveilig. Er worden heel veel vrouwen verkracht op weg naar het sprokkelen van hout. Dan komen ze thuis, dat zijn allemaal tijd. Dat is uren en uren. Tijd kunnen ze niet meer gebruiken voor productieve, nuttige andere activiteiten. Dus ze vernielen, ze zijn gedwongen om hun natuur en milieu te vernielen. Om vandaag in ieder geval nog te kunnen overleven. Met heel veel risico's. Dus zij willen wat aan doen. Solar Energy zegt, ik vind dat jullie daarbij kunnen en moeten helpen. Vind je het goed dat ik je introduceer? Oké, na het telefoongesprek. Een kwartier later heb ik een persoonlijke brief. En niet van een PA of zo, van een persoonlijke brief van Mary Robinson. Nou, dit soort dingen aan de lopende band. Elke dag gebeurt er wel iets dergelijks. Het is zelden zo dat, dat het plan wat we gemaakt hadden, dat het dan wordt. Maar je moet wel een plan maken om die gesprekken te voeren, die verbindingen te gaan leggen, met die ideeën te komen. Inmiddels ben ik zover dat ik omdat de company nog behoorlijk groeit, uit de rol als bestuurder eigenlijk langzaam met mij terugtrek. Nog een tijdje dat technische stuk aanstuur, maar toch ook weer naar nieuwe dingen uitkijken. Het is niet mijn eerste avontuur. Ik heb al 2 andere avonturen afgesloten op deze manier. Jaren geleden daarvoor. Dat is ook succesvol. Ja, ook weer een technologie die een oude technologie in de markt kan vervangen. En als dat voor elkaar is, dan stap je uit uit de company, verkoop je aandelen en dan ga je iets nieuws maken. Ja. We zijn bezig met een concert van Andrea Bocelli, de grote Italiaanse zanger, die spontaan aangeboden heeft om gratis een benefietconcert voor ons te organiseren in het Ziggo Dome volgend jaar. Gaat gebeuren. Ziggo Dome biedt Ziggo Dome gratis aan. Ik bedoel, waarom doen ze dat? Omdat we een verhaal hebben wat klopt. Maar wanneer krijgt innovatie vleugels? De magie gebeurt op het snijvlak van gedeelde visie en expertise. Daar waar bijvoorbeeld de tuinbouw met de wetenschap praat. Of waar de duurzame energieleverancier begrijpt waar afnemers van duurzame energie echt op zitten te wachten. Waar buiten gebaande paden, out of the box, over het eigen specialisme heen wordt gekeken. Het bijzondere is, we hebben dus heel veel bedrijven in elkaar geknoopt. En dan krijg je hele rare discussies. We hebben een hele goede koelcelfabrikant. We zeggen, we willen de meest duurzame koelcel van je hebben. Nou, dan komt er een berekening uit en die moet je concurrerend zijn. En dan, ik zeg, ja, maar hier zit een koelmotor op. Ja? Ik zeg, maar ik heb koud water. En dan zeg je, oh, dat kan ook. Maar niemand komt er zichzelf van, als ik nou koud water gebruik, heb je geen koelmotor nodig. Nou, dat soort dingen, daar zijn we nog niet sterker in Nederland. Dus het aan elkaar koppelen van
van verschillende denkgebieden of kennisgebieden. En die raakvlekken van die kennisgebieden is spannend. Dus toen ik met Ruud Korenstaal over lampen ging praten, had verstand van lampen, maar geen verstand van tuinbouw, is de lamp ontwikkeld voor de tuinbouw. En die zou hij niet in zijn eentje bedacht hebben. En dat hadden wij als kassenbouw, als tuinder ook niet bedacht. Met deze kas hebben wij vorig jaar 1 miljoen kilogram CO2 bespaard. En zo, ik wil zoveel geld verdienen dat ik kan groeien. En tegelijk, en doordat ik groei, kan ik meer teruggeven aan de community. En als je dat in je eigen bedrijf vindt, dat midden, dan kun je continu je bedrijf meegroeien, omdat je meegroeit op de golven van die community ook. Ga je nou niet voor de gek laten denken dat de overheid of de multinationals het wel weten. Het verschil komt bij die MKB'er vandaan. Wij moeten die transitie maken als MKB'ers. En we moeten zo snel mogelijk upteamen met die grote gasten. Want die zorgen voor impact. Die kunnen wel versnellen. En als nou die multinationals op een ethisch juiste manier omgaat met die MKB'ers, dan is die hele schaar aan MKB'ers in Nederland, waar we echt, ik ga echt zeggen, we zijn de beste in de wereld, dat is één groot natlab en één groot laboratorium voor innovatie. En dat kan in leven gehouden worden op het moment dat er een samenwerking gaat ontstaan tussen de grote en de kleine jongens. Kruisbestuivingen. Leren van andere culturen. Andere bedrijfsculturen ook. En dicht bij huis leren van je eigen medewerkers. Begrijpen dat waarde en impact inkomen en winst zullen brengen. Maar andersom nooit. En waar het bedrijfsleven steeds krampachtiger focust op aandeelhouderswaarde, delen onze kampioenen succes met hun klanten, hun gebruikers en met de maatschappij. Investeren, delen en teruggeven. Met duurzaamheid als kernbegrip. Dus we hebben een soort van Robin Hood bedrijf, zou je kunnen zeggen. We zeggen met een lachend gezicht, jongens, jullie betalen echt 2 keer te veel. En dat doen we om die en die reden. Dat kan niet in alle gevallen, omdat markten anders in elkaar zitten. Maar het streven is om zoveel mogelijk impact te kunnen creëren door producten in de markten, in de gebieden waar ze het zo hard mogelijk nodig hebben, heel erg hard nodig hebben, om ze daar betaalbaar te maken, mede dankzij de opbrengsten die we kunnen genereren in het Westen. Ja, je kunt het beste met de mensen om je heen samenwerken op het moment dat je je ook in hun kunt verplaatsen. Hè. Dus, voelen wat zij voelen en daarop ook dan reageren. Vroeger als je een goed idee had, kwam je op de brandstapel. En tegenwoordig krijg je een award, maar het is alle twee even erg. Hè? Dat is het. En niets is zo sterk als een idee waarvoor de tijd gekomen is. Ik denk dat we vandaag de komende 10 jaar leven in een transitietijd waar heel veel nieuwe dingen naar voren moeten komen. Een mooi voorbeeld is, een paar jaar geleden heeft Boeing de Hommel ontleend. Die heeft die Hommel uit elkaar gehaald en gemeten, snelheid van wapperen van de vleugels en het profiel van het vleugeltje in hun modellen gebracht. En de beste vliegtuigbouwer ter wereld kwam tot de conclusie dat de Hommel niet kan vliegen. Dus de Hommel bestaat niet. Nou, ik stap met een gerust hart in een Boeing, maar één ding weet ik zeker. Een Hommel kan vliegen. Boeing heeft gelijk, maar er is meer waar. Wij moeten als MKB'ers de komende 10 jaar gaan bezighouden met te bewijzen, echt te bewijzen, dat er veel meer waarde is. En dat we makkelijk het paradijs op aarde kunnen creëren. En dat klinkt zo weer, maar we moeten het paradijs op aarde creëren om hier met 9 miljard mensen te kunnen leven. En daar spelen wij als MKB'ers. Kunnen wij een boterham aan verdienen, maar brengen we zeker een bijdrage aan die snelle transitie. Want de verandering kwam altijd daar vandaan. Uit schuurtjes van mensen met een idee die durfden te dromen. En multinationals en de mensen die daar moeten besturen, die hebben de kans niet meer om te dromen. Dat wordt allemaal afgestompt, korte termijn denken. En die taak hebben wij. Zo ongelooflijk veel energie van. Het is ongelooflijk belangrijk en nuttigs bezig. Nou, dan, dat klinkt heel heilig, maar zo bedoel ik het niet. Dan voel ik me een bevoorrecht mens dat ik daar iets aan kan bijdragen.